Jullie maken geen muziek? Nee. Het zijn de kleindochters. Ja, dat is dat. Ja. Ja. Als? Oké. Ja, was een very nice article that was published on our website. On September 8th, he died, so okay. We have activities. Can you stay in this place? So, Sophie, maybe you can start in Dutch for me. Ja, Wilbert Hoezar van de Stijl, zo heet deze tentoonstelling. En ja, die link met de Stijl is essentieel. Want dit is 100 jaar de Stijl, 2017. En ja, als we het over de Stijl hebben, komt altijd de naam van Mondriaan naar boven. Nou, u noemde al uw aanwezigheid in Den Haag. En alom is daar de Stijl aanwezig. Als we het over de Stijl hebben, komt eigenlijk, tenminste hopelijk vanaf nu wel, komt nooit die naam van Wilmers Hoezar naar voren. Terwijl hij wel degelijk onderdeel uitmaakte van die Stijl. Sterker nog, hij was één van de medeoprichters. Vier kunstenaars waren er: Theo van Doesburg, Bart van der Lek, Piet Mondriaan en Wilmers Hoezar. Grootvader, de schilder. Mm-hmm. En die in Nederland gekomen is, maar dat kan Jos echt vergeten. Januari 1966 mee bezig. He never made a painting of my aunt, as far as we know. Ja, maar was ook een heel belangrijke sponsor. Tijdens de eerste keer dat mijn grootvader en mijn was just arrived and they had put it on my desk. But it was dark and there was a chair in front of the desk and I walked in and I was, oh, is someone here? That was the first one. And I thought, the mayor was in the every time when I see you or this plate.